Vandaag ga ik een bouwchallenge doen tegen de pro. Oh ja? Is dat zo? Een bouwchallenge tegen mij? Oké, okay, maar jij bent toch super noob? Ja, oh my god. Beginnen we hier weer over. Kijk, jij bent, dat jij zeg maar zo pro bent, betekent niet gelijk dat ik super noob ben. Ja, nee, oké, maar je hebt toch wel een aantal keren laten zien dat je toch wel... Ja, ik ben niet de beste bouwer. Oh, ik ben niet de beste bouwer en blijkbaar ook niet de beste loper. Maar ik denk wel dat ik een beter iets kan bouwen dan jij. Nou, we gaan het zien. Oké, de pro en ik gaan dus allebei een huis bouwen in onze eigen vak. Maar er zit een kleine spin aan. Ja, we hebben in totaal 30 minuten om een huis te bouwen, maar elke 10 minuten gaan wij elkaar checken. Ja, dus, en dan zien we dus wie ervoor staat overduidelijk. Ja, toch? Precies. Ja, als ik jou na 10 minuten al eens ziek ziet bouwen, dan weet ik dat ik even... Dan weet je hoe laat het is. Precies. Nou, kies je kant maar. En als jij... Ik ga deze kant nemen. Ja, en dan begint de tijd. Nu, dus let's go! Oké, we moeten dus een huis gaan bouwen en ik weet nog echt totaal niet wat ik ga doen. Oké, we hebben dus in totaal 30 minuten de tijd. En dat is best wel veel, dus ik denk dat we wel iets zieks kunnen gaan bouwen. Oh jongens, wat gaan we bouwen? Ik denk dat ik hem... ik wil van iets bouwen wat een keer niet zo... zeg maar zo standaard is. We bouwen altijd best wel standaard dingen met standaard blokken. Zoals de quartz blok en dat soort dingen. Ik denk dat ik een keer wel een ander soort blokje ga bouwen. Welke blok het wordt. Welke keer... wat is echt nou zo'n rare blok die je nooit gebruikt? Misschien een sandstone. Ik ga een zandhuis maken. Oké, dan hebben we allemaal deze blokjes nodig. Kijk eens. Ah, je hebt best wel veel coole blokken. En we kunnen ze ook nog in het rood gebruiken. Dus dat is ook leuk. Laten we dat ook gewoon doen. Kijk. Dan doen we het zo. En dan boom. Dit zo naast elkaar. En dan doen we deze zo. Die hebben we ook natuurlijk nodig. Kijk eens aan. Dan hebben we nu alle blokken die we gaan nodig hebben. Of ja, we zullen er uiteindelijk nog wel meer nodig hebben. Oké, dan bouwen we hier zo even omhoog. Want we beginnen natuurlijk met gewoon een vierkant. Nou, trouwens, we gaan dit anders doen. Het is natuurlijk volledig gemaakt van zand. Dus we willen hem gewoon heel breed hebben. En het wordt gewoon steeds dunner. Het gaat een beetje die piramide vibe krijgen. Ik weet 100% dat de pro niet zo'n huis bouwt als ik nu doe, zeg maar. Dit is namelijk, nou ja, nogal origineel. Of ja, dat vind ik zelf tenminste. Ik weet niet wat ik hier allemaal al mee bezig ben. Maar ik weet niet wat ik wil. Ah! Oké, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen in een soort van piramide vorm. Dus dat betekent dat ik hier eigenlijk wat lager moet beginnen. En dat ik zeg maar zo steeds hoger ga. Ja, dit wordt gewoon het idee. En dan doen we zo straks. Kijk, dan ga ik straks zo doen. En dan zo. En dan zo. Gaat dit een beetje mooi worden? Ik denk dat dit echt ontzettend lelijk gaat worden. Laten we dit gewoon niet doen. Ik ben er nu alweer helemaal klaar mee. Ik denk ik heb een leuk idee voor een huis, maar nee hoor. En we zijn ondertussen al 2 minuten verder. Waarschijnlijk heeft de pro alweer iets super ziek. Ik wil gewoon stiekem even gaan spieken. Oké. Ja, hij heeft al heel veel. Oh my god. Oké, laten we gewoon heel dat bouwding. Ik ga het gewoon niet doen, oké? We gaan wel gewoon standaard doen. Ik ben alweer veel. Ik ben echt tijd aan het vernachelen. Ik ga gewoon bricks gebruiken. Ja, dat lijkt me gewoon leuk. Weet ik veel waarom. We gaan dit gewoon gebruiken. We gaan gewoon bouwen, jongens. We doen er alweer veel te lang over. En dan doen we met bricks. Wat match mooi met bricks. Misschien iets blauwsachtig of zo. Deze blokken misschien. Ik ga gewoon iets heel aparts maken. Wat gewoon nog nooit gemaakt is. Dat ga ik 100% doen. We gaan hier deze muren zo bouwen. En dan gaan we gewoon één groot watervilla maken. Ik weet niet wat ik met water heb. Eigenlijk helemaal niks. Maar we gaan het wel doen. Oké, deze hebben we 2 dik gemaakt. Dus dan doen we deze ook 2 dik aan. En dan gaan we zo. Bouwen dit zo weer omhoog. Kijk eens. Dit is nu al gewoon dapperde pappende pappap. Kijk. Oh, het ziet echt eruit als een of ander... als een of ander, ja, lelijk iets. Het is lelijk. Het is echt helemaal nog niet zo mooi. Maar het gaat echt super mooi worden. Want dit wordt de gang naar ons huis. Ja, jongens. Dit is maar een gang. /set bricks. We hebben natuurlijk lekker world editor in. En dat is super chill. Want daardoor kunnen we veel sneller te werk gaan. Zo, dan doen we hier opnieuw. Zeg maar /set bricks. Kijk aan. Wajo. En dan gaan we hier een soort van dak bouwen. Naar ons geweldige huis toe. Of naar onze gang. Dit is onze gang, hè. Besef. Dit is puur de gang. Onze villa wordt gewoon mega groot. Boom, boom, boom. Ik heb wel erg veel tijd verpest in het begin. Want we zitten nu al op 5 minuten. En ik moet heel eerlijk zeggen dat we daardoor... Ja, we hebben gewoon heel veel tijd verspild. In het begin gewoon... Ik had totaal geen idee. En ik had misschien beter een idee kunnen hebben van tevoren. Want nu wordt het alleen maar lastiger voor mezelf. We hebben wel een mooie... Ik denk oprecht wel dat we een mooie dak hebben. Ik vind van wel. Zo. Ik moet het even heel snel plaatsen. Wacht, kan dit ook niet gewoon? Hoe heette deze brok ook weer? Brick stairs. Natuurlijk heet ze Brick stairs, Mick. Wat ben je allemaal aan het doen? Set. Brick stairs. Kan dat? Oh,
/set brick stairs. Ja, dit kan gewoon toppie. Dat scheelt me veel tijd. Dat scheelt me heel veel tijd. Oké, dat is oprecht wel echt top. Dit gaat fout. Dit gaat een beetje fout. Oké, ik heb daar wat fout gedaan blijkbaar. Oh jongens, heel deze bouwchallenge gaat niet zoals ik wil. Oké, laten we dit zo doen. En dan dit. Ja, nu gaat het wel goed. Oké, top. Zo, en dan doen we dit weer. En dan doen we zo. En dan boom. En dan boom. En hier heb ik ook weer een fout gemaakt. Natuurlijk heb ik daar weer een fout gemaakt. Want je hoort natuurlijk hier een blok te plaatsen. En dan gaat het wel goed. Oké, ik denk dat we het dak oprecht nog kunnen afmaken. We zitten op dit moment op 7 minuten. Dat betekent dat we over 3 minuten bij elkaar gaan kijken. En ik denk dat ik dan ongeveer het dak af heb. Dus hé, jongens, ik zie jullie zo als het dak af is. We zitten op dit moment op 7 minuten. En ik denk dat we wel heel snel... Die eerste 10 minuten gaan toch iets sneller dan ik had gedacht, zeg maar. Oké, kijk eens aan. We hebben het huis afgebouwd. En ik wil je ook nog even wat details doen. Of ja, het huis is nog niet af. Dit is de gang. Maar de pro gaat straks wel denken dat dit het huis is waarschijnlijk. Ik ga deze blokken toch wel even vangen. Want ik vind ze echt heel erg lelijk. We hebben nog maar 30 seconden. Dus ik moet het wel even snel doen. Misschien gewoon door een soort van oaklocks. /replace. Ox. Ik vind het altijd zo'n moeilijke naam. Is dit de goede? Ik hoop het. Oaklock. Nee, dit is niet de goede naam. Hoe heet het? Oxide copper. Oh, oké. Copper. Oké, deze moeten we hebben. En dan deze with oaklock. Kijk. Hoe? Wat doet hij nou? Wat doet hij nou dit? Ik wil dit oaklocks maken. Dit is toch... Wat... /replace. Oxyside. Oh, het is oxyside copper gewoon. Oh my god. Ziet er dit wat leuk uit? Nee, eigenlijk niet. We kunnen nog even dit doen, want we hebben nog een paar seconden. /set. Of /replace. Grass block. With stone. XA, jongens. 3, 2, 1. Boom. Dit ziet er op zich wel tof uit. Dit is wel een toffe vloer, laten we heel eerlijk zijn. Ja, dit wordt dus de gang naar ons huisje. Ik vind hem echt nog niet heel mooi. Maar de 10 minuten zijn voorbij. Oké, pro speler, de 10 minuten zijn voorbij. Kom maar even bij kijken. Oké, is goed. Kom eraan. Ja, het is heel mooi. Dankjewel, pro. Dankjewel. Ik vind het ook heel erg mooi. Veel. Erg mooi. Ja, veel zeker. Verschillende soorten blokken. Ja, dankjewel. Hout, logs. Ja, laten we bij jou eens gaan kijken. Want ik denk dat het voor jou ook wel heel mooi is. Ja, nou hier is... Dit is die van mij tot nu toe. Ja, is ook heel, heel mooi hoor. Ja, nou dankjewel. Ja, veel verschillende blokken. Net zoals wat jij zei. Ja. Heb je nog niet eens een inrichting? Oh, je hebt al een bank. Want jij had wel inrichting. Nee. Maar jij bent pro, hè, weet je. Komt alles op zijn tijd. We hebben 30 minuten deze keer, hè. We hoeven niet te haasten. Nee, dat is waar. Nou, ik zie je weer over 10 minuten. Ik ben benieuwd wat je dan hebt. Is goed. Tot yo, zo. Doei, doei. Jongens. Dat van mij is echt puur lelijk geleken met die van hem. Ja, jullie moeten gewoon eerlijk zijn. Het is gewoon zo. Laten we dit ook echt gewoon als gang beschouwen. Laten we wel even wat glas hier tussen plaatsen. Dan heeft het wat meer licht. Dat maakt het wel in één keer een stukje mooier. Boom, 3, 2, 1. Kijk eens. Ah, dat ziet er wel een stukje beter uit. Laten we hier ook even wat glas in doen. Ik denk dat doet oprecht wel heel veel. Het is wel zo dat hij nu hele lage verwachtingen heeft van wat ik ga bouwen. Want ja, ik zeg ook heel eerlijk. Het is niet mijn beste beeld, zeg maar. Ik denk wel dat dit mijn slechtste beeld is tot nu toe. Oké, we doen dit even zo. En dan pap, 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 pap. Kijk eens aan. En dan willen we hier nog een blokje. En dan willen we hier ook nog wat glas. En dan hebben we op zich misschien wel een mooie vorm nu. Aan. En hier heb ik het niet heel goed gedaan. Dat zie ik nu ook wel. Oké, nu wel. Dit is wel nog één lager, merk ik nu ook. Doordat ik dit aan het doen ben. Boom, 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 boom. Kijk eens aan. Oké, ziet er dit al beter uit? Ja, ik vind van wel. Ik vind oprecht van wel. Oké, we gaan nu gewoon letterlijk een huis bouwen. Want dit is een soort van de gang naar het huis toe. En we gaan hier nu een huis bouwen. En ik dacht, dat doen we letterlijk op deze manier. Dus we gaan gewoon even de afmetingen hier pakken. Dan gaan we gewoon zo ver als we kunnen. Kijk aan. En dan gaan we gewoon echt nog meer omhoog. En ik weet nog niet of we dat ook van bricks gaan doen. Ik denk dat we het wel gewoon gaan doen deze keer van een andere blok. Laten we gewoon overstappen naar hout. Ik vind dat een zeer goed idee. Dus maken dit even helemaal van planks. Dus laten we dat doen. Over planks. Kijk eens aan. En dan gaan we het zeg maar dit gaan we maken. Dit zo gaan we /set ook blok. Dus dan hebben we een soort van dit. Ja, precies dat eigenlijk gewoon. Oké, dan gaan we hier ook helemaal omhoog. Natuurlijk net zo hoog als die andere paal die we net geëerd hebben. Hoppakee. Dit wordt echt een mega huis, jongens. Als ik dit afkrijg op tijd, dan zou het toch best wel knap zijn van mezelf. Zo, hoppakee. Dit ook even. Kijk eens. Ah, we gaan gewoon bijna boven de muur. Jeetje, man. Oké, dan vullen we dit ook even. Dit vullen we gewoon met /set. Gewoon met glas.
behalve hieronder natuurlijk. Dat willen we niet vullen met glas. Dit doen we ook wel gewoon met een oak lock. Ik denk dat dat wel mooier is. Kijk eens aan. Dan doen we dit ook vullen met een oak lock. Bang. Dan gaan we hier ook naar boven met een oak lock. Bang. En dan doen we hier ook zo'n oak lock. Yes. En hier ook een oak lock. Yeah. Dit. Nou, dit ziet er nu al een stukje beter uit dan we eerst hadden. Ik denk ook dat hij wel verbaasd gaat zijn dat we het nog best wel aardig gefixt hebben, zeg maar. Oké, okay, hoeveel blokken zitten hier nog tussen? Hier is nog één blok tussen. Dat is goed om te weten, want dan gaan we dat ook doen aan die andere kant. Kijk eens aan. Dan gaan we hier weer beginnen natuurlijk. En dan plaatsen we hier gewoon blokken totdat we één blok verwijderd zijn. En dan gaan we gewoon weer straight up omhoog. Let's go. Oké, okay, laten we dit ook even op een manier gewoon cool gaan fixen. Kunnen we dat zo doen? Is dat vet? Maar ik doe het wel gewoon op deze manier. Ik doe het wel gewoon op deze manier. Kijk eens aan. We fixen het gewoon even op deze manier zo op. Zeg, oké, daar hebben we een soort van. Dan zit ons huis ergens ook aan vast, zeg maar. Nou, hier moet het dan niet natuurlijk komen. Kijk eens aan. Moet ik dit eigenlijk weer precies even hoog doen? Is dit even hoog? Ja, dit is even hoog, denk ik tenminste. Ja, dit is 100% even hoog. Jup, jazeker. Oké, okay, dan moet die andere paal ook net zo hoog als deze paal. En dan gaan we gewoon aan deze kant eigenlijk precies hetzelfde creëren. Dus aan, zo doen we dan. En dan doen we hier slash slash set oak lock. En dan doen we hier binnen natuurlijk weer wat glas erin verwerken. Dus dan doen we slash slash set glas. Ik zweer het jongens. Dit is gewoon de best bedachte plugin ter wereld. Oké, okay, nou hier weer één blok van de zijkant. Doen we weer oak lock. Dus slash slash set oak lock. Nou, dan gaan we hier even, dan doen we het gewoon even makkelijk op deze manier. Slash slash set, geen oak lock, maar natuurlijk een oak planks. Boom. Oh, dan vervang ik dit ook door. Dit moet wel oak lock blijven. Zo, kijk eens aan. Oké, okay, de tijd gaat weer snel, want we hebben nog maar 5 minuten. En dan gaan we weer bij elkaar kijken. En ik wil wel even wat neerzetten natuurlijk. Oké, okay, dit wordt ook weer heel simpel. Dit vervangen we gewoon door weer de oak plekjes. Kijken of de oak locks bedoel ik. En hierboven doen we precies hetzelfde. En nu is de vraag. Gaan we hier weer één glazen iets van maken? Ik denk het wel. Ik vind glas gewoon mooi. Ik hou van de lichtinval. En als ik later een heel groot huis zou hebben, dan wil ik ook heel veel glas erin. Want ik vind het gewoon mooi. Boom. Dit ziet er nu al wat premiumer uit, vind ik zelf ook. Ik denk dat we dit ook wel leuk kunnen verbinden zo op deze manier. Met gewoon die oak locks. Oh, ik wou de oak locks. Kijk eens aan. En dat we dan zeg maar het glas even handmatig hier gewoon tussen plaatsen. Ik denk oprecht wel dat dat nice is. Of ja, we hoeven niet alles handmatig te doen. Maar even hier tussen de dingetjes wel. Zo. Kijk, dit kunnen we. De rest kunnen we weer lekker met world edit doen. Ja, zeker. Aan doen we even zo. En dit doen we nog even met de hand. En dan hebben we hier een soort van dat het met elkaar verbindt. Kijk eens aan. Super tof. Oké. Okay, dan doen we hier. Doen we dit. En dan plaatsen we hier zeg maar dit. En doen we sessies replace. En dan kunnen we weer op deze coole manier kunnen we de grass blocks veranderen in allemaal kleurtjes. Dus daar heb ik gewoon zin in. Ik ga het gewoon heel regenboogachtig maken. Want dat vind ik leuk. We doen red concrete. We doen yellow. We doen red concrete. We doen yellow concrete. We doen blue concrete. Kijk eens aan. Wajo! Oké, dit is eigenlijk wel heel erg lelijk. Ik dacht dat het cool zou zijn, maar dit is echt alles behalve cool. Laten we dat niet doen. Laten we het vervangen door spruce, wood en oak wood. Is dat wel cool? Dit kan natuurlijk niet. Oké, wacht. Ik moet dan dit doen, want dan wordt het weer. Het moet weer allemaal grasblok worden, zeg maar, om het te replacen. Oké, kan dit wel? Ja. Dit ziet oprecht wel gewoon vet uit. Oké, dan wil ik dat hier ook wel. Nee, trouwens, dit mag ook lock worden. Dit wordt natuurlijk ook lock. Oké, dit ziet er oprecht wel gewoon al een stukje beter uit. Oké, super nice. Oké, laten wij dan ook alvast gaan beginnen aan iets van een tafel met tv en dat soort dingen. Dus laten we hier beginnen met natuurlijk stairs. En dan gaan we deze gebruiken. We gaan de witte meubels hierin doen. Dat ziet er al oprecht nice uit. En hij mag echt extra large worden natuurlijk. Dat we hier echt nog maar 2 blokken tussen hebben. Dus deze mag ook zo. Want dit is echt een mega huis, dames en heren. Ik vind het oprecht gewoon echt wel vet aan het worden. Zo vervangen. Boom. Ik vind het oprecht wel vet aan het worden. En dan plaatsen we hier nog even een mooi schilderijtje. Zo. Dan doen we een painting. Dan hebben we dus een tv. Boom. Oh, ik had het niet eens hoeven te doen. Kijk eens aan. Hebben we hier een mega tv? Of ja, mega is het eigenlijk niet. Hebben we nog grotere schilderijen? Ja. Hebben we nog een andere? Mag dat nog, alsjeblieft? Dit vind ik in ieder geval wel een beter schilderij al. Laten we het anders dit gewoon doen. Kan dat niet? Zo, kijk. Nou, leuk tv'tje erbij. Nou, doen we natuurlijk ook nog even een tafel. Dus doe wat fancy's. Ja,
ja. En dan kunnen we die vensters natuurlijk verbinden met de pressure plates. Dus hoppakee, dat doen we zo. En dan doen we heavy plates, want ja, we willen wel een witte tafel. Ik weet niet of ik de tafel per se super nice vind, maar ik vind hem ook niet lelijk. Ik vind het wel wat hebben. Het is gewoon best wel origineel, oké? Ik moet het ook doen met de meubels die natuurlijk in Minecraft zitten. En ik vind dit gewoon best wel een vette tafel. Kijk, het valt op dat dit de tafel is. Ja, dit ziet er dope uit. Even kijken, hij moet wel eentje langer zien nu. Oké. Boom. En oh, ik zie het jongens. De 20 minuten is voorbij. Dus laten we heel snel de pro-speler erbij gaan halen. Hallo pro-speler. Er is weer 10 minuten voorbij. Ik stop de tijd. We hebben hierna nog 10 minuten. Wil je eens gaan kijken? Ja, ik wil even komen kijken. Oké, nou kom even kijken. Die 10 minuten voelde een stuk snel, zeg. Ja, nou het was 10 minuten toch echt? Kijk eens aan. Ja. Net zag je alleen de gang van mijn huis. Maar nu kom je al door naar het huis. Oh, heel groot. Ja, ik ben een beetje bang. Heel mooi. Ja, grote tafel. Heel veel vrienden kun je hier uitnodigen in ieder geval. Laten we heel eerlijk zeggen, als je de eerste 10 minuten zag en nu, dat is al een stukje beter. Ja, dat zeker. Dat sowieso. Ja, laten we ook even bij jou gaan kijken. Ik ben namelijk heel benieuwd wat jij hebt. Ja, groter is beter, hè. Dat weet je toch? Vanuit de buitenkant is er misschien niet heel veel veranderd. Dakje erbij, hè. Oké. Okay. Ja, ik wou net zeggen, het lijkt een beetje alsof je even ver bent als net. Hier aan de binnenkant, zoals je zei, heb ik wel wat nieuwe dingetjes. Hier is het voornamelijk gebeurd. Een mooi tv'tje. Kijk, nu is hij nog mooier. Heel mooi. Zo, kijk. Prachtig. Prachtig. De speakers zijn nou... Dat was ook een grapje. Oh, zelfs een setup. Hier kan jij lekker Minecraft spelen. Ja, precies. Zonder laptop. Ik zeg je of heel... computer. Ja, nou ja, je kan op deze manier kijken. Een mooie Apple computer. Heel mooi. Nou, weet je wat? Die laten we lekker staan. Laat maar lekker staan. Zo, een mooie Apple computer. Ja, prachtig. Heel erg vet. Oké, okay, ja. Nee, boven is het helaas ook nog leeg. Dus het moet boven opvullen. En dan... En dat is de laatste... Dan ben je klaar eigenlijk. Ik had nog een plan om ook nog een... Je hebt nog niks verraden, hè? Ik had nog een plan meer te doen. Oké. Maar we gaan het zien hoe ver ik kom. Je hebt nog 10 minuten. Ik ga weer door met mijne, want ik heb echt alle tijd nodig. En ik wens je succes. Nou, jij ook succes. Yo, doei doei. Doei. Oké, jongens. In deze 10 minuten moet ik oprecht wel veel gaan bouwen. Ja, want zoals de pro ook zei, het is groot. Het is heel groot. Ik zit dus even te denken, want misschien haal ik het niet per se om in deze 10 minuten, zeg maar, twee verdiepingen te maken. Dus misschien maak ik gewoon alles in één verdieping. In ieder geval, het wordt weer een mooi glazen dak. Dat vind ik even makkelijk. Dus laten we een glazen dak maken. Kijk eens aan. Oh, het is nu echt wel een glazen hockey eigenlijk. Oké, wacht. Kunnen we even kijken? Wat is misschien vet? Misschien is dat ook wood wel vet. Nou ja, laten we gewoon dat doen. Laten we dat doen. Oké, ik denk dat ik ook even meer ga beginnen aan de inrichting. Want dat is gewoon nodig. Anders is het gewoon niet cool, zeg maar. Oké, de gang. Wat kunnen we in de gang gaan inrichten? We hebben natuurlijk een kapstok. Dus we gaan gewoon een kapstok maken. Kijk eens aan. Doen we zo. Zo. Of ik krijg gewoon een idee. Ik krijg echt een heel goed idee. Laten we hier gewoon even kijken. Wacht, dit wordt echt heel erg sick. We gaan hier een beetje de deur afmaken. Want het soort van een poort wordt. Maar omdat dit zo'n groot huis is, dames en heren. Wil ik iets creëren wat mij echt heel erg vet lijkt. Kijk, we doen eerst even dit. Zo, hopzakee. Zo, doen we ook even aan de andere kant. Oh. Kijk eens aan. Oh, die wil weg natuurlijk. Kijk, hebben we nu een deur. Maar wat mij heel erg vet leek. En dat lijkt me nog steeds heel erg vet. Dus we gaan het gewoon doen. Is een soort van lantaarnpaal te maken in mijn fucking gang. Een lantaarnpaal in de gang, bro. Dat is wel heel erg cool. Oprecht, wie heeft dat? Wie heeft nou een lantaarnpaal in de gang van zijn huis? Ik heb dat nog nooit gezien. En daarom win ik 100% op originaliteit. Oké, laten we hier nog eentje doen. En dan doen we er hier nog één. Kus aan. Het lijkt net alsof je zeg maar een stad binnenloopt. Maar het is gewoon een huis, hè. Zo, hoppakee. En dan doen we hier even een lantern. Zo, kijk aan. En die hangen we dan aan deze paal. Oh, zo mooi. Kijk eens. Oh, deze. Ze moet trouwens wat hoger. Deze zijn hoog genoeg, zeg maar. Die andere waren een stukje kleiner. Of ja, die ene hier is een stukje lager. Die moet even ook wat hoger. Dit. En laten we deze even wat hoger doen. Oh, zo. Nee. Het gaat weer helemaal fout. Hij moet zeg maar hoger. Kom op. Plaats. Dankjewel. Die weg. Ja. En dan hier. Poep. Kijk, en dan hebben we een soort van lantaarnpalen in de gang. Oké. Ja, ik moet gewoon snel zijn, want ik heb nog maar 6-7 minuten en het moet gewoon af. Laten we hier een keuken bouwen. Dan gaan we hier furnaces pakken. Zo, hopzakee. Gooien we even een paar furnaces hier in de hoek. Oké, dan willen we hier ook een keukenblad. Zoals ik net zei, we gaan nog gewoon een witte inrichting doen. Dus ik wil zeg maar alles van quartz hebben. Kijk eens aan. Doen hier even dit. Zo,
En zo, dit wordt zeg maar de keuken. Oeh, wat een mooie keuken. Oh, zo, ja, ja, ja. Bang. En wacht, dan wil ik dit, zeg maar zo. En dit. En dan gaan we hier ook even door. Okay, dit is toch mooi, jongens. Dan kan je lekker aan de keuken, kan je lekker koken. Terwijl je gewoon naar buiten kijkt. Ik vind het toch geweldig. Ik vind het fantastisch. ik heb dit huis echt veel te groot gemaakt. Oh my god, ik kom echt tijd tekort. En ik weet gewoon niet meer wat ik wil eigenlijk nu al. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oké, laten we ook even wat aan de tuin gaan doen. Oh god, ik heb nog maar 5 minuten. Ik heb gekke stress. Wat is dit? Dat heb ik nog nooit gezien. Wat is dit? Oké, dit ziet er nice uit. Ja, dit gaan we gelijk hier toevoegen. Zo, hoppa. Dit gaat lekker om het huis heen. Dit vind ik geweldig. Fantastisch. Ik vind het wel leuk. Tot en met hier. Zo, kijk. Dat geeft wel wat extraatjes aan het huis. Oké, dan doen we aan de andere kant hetzelfde. Kijk eens aan. Boom. En dan weer door tot en met hier. Hoppakee. En dan doen we hier even wat grote jungle trees. Ja, want die kunnen heel groot groeien. En dat vind ik vet. En ik hou van jungleboom. Wie heeft nou een jungleboom in zijn tuin? Ik denk bijna niemand. Kijk, dan pakken we even wat boommeel erbij. En dan pop, 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 pop. En why, yo. Oké, het ziet er oprecht wel dope uit dit. Wat? Het wordt gewoon vetter dan ik dacht. Oké, dan doen we dit nog een keer. Pop, 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 pop. Kijk dan. Het ziet er wel cool uit. Laten we heel eerlijk zijn. Oké, we gooien hier nog wat paintings erbij. Want dat is gewoon cool. Hoppakee, paintings doen het altijd goed. Kijk eens aan. Bang. Hoppakee. Oh, nou, niet 3 keer dezelfde painting. Dan ben ik een beetje overdreven. Nee, wel iets hoger. Oh, ik had de goede. Ik had gewoon de goede. Nee, nu heb ik weer de verkeerde. Oké, die wil ik niet. Maar dan eentje lager. Ik had hem. Ik had hem letterlijk. Wat doe ik? Ja, dankjewel. Oké, wat kan ik nog meer doen? Ik kan een bureau doen. Laten we een bureau gaan doen. Zo, dit wordt de bureau. En hoe kunnen we een computer goed nabootsen? Kan dit? Zo. En dan doen we hier een stoel. En dan doen we hier nog wat. Nee, dat is raar. We doen gewoon de stoel lekker dicht bij de computer. En dan kan ik daar mijn video's maken. Want ja, weet je, ik heb wel een computer setup nodig. Moet ook natuurlijk softboxen bij. Lampjes erbij. Dus laten we dat ook even doen. We doen wel dit. En dan met glowstone. Ja, hoe maak je een softbox in Minecraft? Ik heb geen flauw idee. Dit zijn mijn mooie lampjes. Kijk, dan kan ik hier lekker video's opnemen. Oké, laten we nog even iets cools doen. We hebben namelijk nog maar 2 minuten de tijd. Wat kunnen we nog doen? Waarom ben ik hier opeens zo slecht in? We kunnen hier nog een... ik weet niet wat ik wil. Wat wil ik hier in het midden? Wat mis ik in mijn huis? Een enorme eettafel. Ik mis een eettafel. Ja, ik mis een eettafel. Oké, laten we dat zo doen. En dan zo. Oké, ik wil de eettafel trouwens. Ik wil het wel even goed doen in 1 keer. Laten we een eettafel maken. Dat is nog het enige wat we echt nodig hebben. Laten we het ook gewoon doen met deze blokken hier. Oké, ik ga we hier. En dan gaan we tot en met hier. Kijk eens aan. En dan doen we zo. Dit wordt me toch een grote eettafel. Ik denk dat ik nog nooit zo'n grote eettafel heb gebouwd. Boom. En dan gaan we hier naar achter. Zeg maar, ik moet oprecht gewoon veel bouwen alleen voor de eettafel. Oké, kijk eens aan. En dit is een veel te brede eettafel, besef ik me nu. Laten we hem iets minder breed maken. Oké, ik denk dat 3 blokken breed wel genoeg is, zeg maar. Laten we hem gewoon zo maken. Anders wordt het echt een veel te brede eettafel. En dan valt het echt totaal niet op dat dat überhaupt een eettafel moet zijn. Dus zo, boom. En ik vind dit, ja, dit is een goede eettafel. Kijk eens aan. Doen we dit. En dan vullen we dit op natuurlijk. Want ja, een tafel. Die heeft geen gat in het midden, zolang ik het weet, zeg maar. Boom, 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 boom. En dan gaan we hier de stoelen plaatsen. Dus hier doen we een stoel, hier doen we een stoel. En hier doen we een stoel, hier doen we een stoel. En hier, waarom is het nou niet even... Ik wil wel dat het gewoon, dat het klopt, zeg maar. Anders word ik echt gek. Zo, nu klopt het wel. En hier is een stoel. En dan doen we dat ook aan de andere kant. Kijk eens aan. En dan doen we met signs gaan we, zeg maar, mooie... De stoelen wat mooier maken. Dat ook echt stoelen zijn, zeg maar. Kijk eens aan. Wajo, 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 wajo. Oké, ik vind het, ja, qua inrichting, mwah. Maar hoe het huis van buitenaf eruit ziet, vind ik het misschien wel mooier dan dat van de pro. Maar, jongens, dat bepalen natuurlijk jullie. Over 20 seconden is namelijk de tijd voorbij. En dan zouden we toch echt gewoon het eindresultaat allebei moeten hebben. Nou ja, ik heb wel slim gekozen om, zeg maar, niet nog een bovendieping te maken. Want dan had ik het, zeg maar, echt nooit gehaald. Laten we deze stoel trouwens ook even afmaken op deze manier. Kijk eens aan. Ja, de tijd is
om de 30 minuten is om. Oké, laten we nog even kijken hoe het eruit ziet dat voor ons. Ja, ja, ja. We kunnen nog met bone meal even nog dit doen. Dat is misschien nog extra leuk. Dat het echt even die hele vibe krijgt. Dat dit huis, zeg maar, het geeft een beetje de vibe alsof dit huis midden in de natuur staat. En dat heeft het wel goed gedaan, zeg maar. Oké, we plaatsen dit nog. En dan gaan we de pro erbij halen. En dan gaan we naar elkaars huis kijken. Ik ben heel benieuwd hoe zijn huis is geworden. Want hij is nogal de pro. En ik verwacht gewoon iets heel zieks. De tijd is om. Ik hoop dat je klaar bent. Ik ben klaar, ja. Ben je klaar? Nou ja, kom maar eerst naar mijn huis kijken. Kom maar. Kom maar aan. De deur open. Ik ben benieuwd wat je er vindt. Laten we eerst gewoon de buitenkant beoordelen wat je daarvan vindt. Maak het ook even daglicht. Dat ziet er altijd wel beter uit. Zo. Ja. Toch een grote verandering aan het einde. Het heeft toch wel wat, hè? Het is een beetje een natuurhuisje. Ja, twee grote bomen ernaast. Zou dit in de jungle vinden dus, neem ik aan. Ja, dat is wel een beetje het idee. Nou, dan kom je hier binnen door de gang. En dan hebben we hier zeg maar lantaarnpalen. Ik wilde zeg maar iets in dit huis wat niemand heeft. En niemand heeft toch lantaarnpalen in de gang van hun huis. Hey, niemand heeft ook een groot genoeg huis om lantaarnpalen in het huis te hebben, neem ik aan. Kijk eens aan. Nou, dan hebben we hier de eettafel. Ik moet wel eerlijk zeggen, de inrichting is misschien iets minder dan bij jou. Maar maakt niet uit. Dit is de eettafel. Een enorme eettafel. Nou ja, hier, dit heb je al gezien. De tv-kamer. Dan hebben we daar de keuken. En hierachter hebben we de setup. Kijk, dit zijn mijn softboxen, zodat ik goed licht heb. En de laptop en dan, lekker computer. Ja, ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, dit had je niet op mijn laptop hier gezet, of mijn computer. Dus dat vind ik wel een beetje een tegenvalletje dat je dat niet van mij had gedaan. Je peting. Ja, ja, maar ja, het is niet anders, hè. Nou ja, dus, ik kwam er ook eigenlijk. De tijd is in me op. Ja, ja, de tijd is zeker op. Laten we gaan kijken bij die van jou. Ja, en jullie moeten in de comments bepalen wie jullie denken dat heeft gewonnen. Of wat jullie vinden dat heeft gewonnen. Comment Pro of Mick. Nou, en dan beslis je. Ja, nou, ik moet al heel eerlijk zeggen. Jij had met het gras eromheen. Had jij toch wel. Daar ben ik eigenlijk helemaal vergeten om zo'n beetje gras overal te doen. Oh, een beetje, dus daar heb je eigenlijk al extra pluspunten. Als je het mij vraagt. En ondertussen ben je het gewoon aan het doen. Zodat je even kan zien hoe het eruit zou zien. Ja, precies. Oké. Nou ja, zullen we naar binnen gaan? Ja, helemaal goed. Ik volg jou, tour me rond. Ah, hier is niet heel veel veranderd. Ik heb hier een leuk boompje geplaatst, een chest geplaatst. Wacht. Oh. Nee, dat moet je niet wegslaan. Tuurlijk. Ja, kijk eens aan. Ja, ga maar verder. Nou, dat had ik al, Ja, precies. Nee, daarom. Ja, dus hier is niet heel veel veranderd. Alleen een chest geplaatst, leuk boompje geplaatst hier zo. Het ziet er nice uit. Oké, als we hierheen gaan. Oeh, een kleine farm. Ja, lekker klein, lekker schattig. Een pro die heeft natuurlijk ook eten nodig, ja. Zo is het. Oké. En dan naar boven, en weer de slaapkamer. En de enchantingkamer. Enchanting table. En hier nog wat meer chests en barrels om dingen in te doen. Klein detail. Oh, en je kan ook het dak open doen. Ja, het dak kan ook open inderdaad. Oh, wat leuk. Oké, klein detail wat? Klein detail hier beneden. Misschien dat je dat niet ziet, maar kijk, hier maak je wat eten natuurlijk. En dan heb je hieronder ook barrels waar het eten in gaat. Oh, oké, dat is wel heel dik. Ja, dat is zeker heel dik. Oké, pro, ik moet zeggen, we hebben echt twee hele verschillende huizen gemaakt. Maar dat maakt nogal extra leuk. Mijn is iets meer klein, compact, knus. Jouw is meer groot, modern. Ja, ja, als je zeg maar ze zo naast elkaar ziet, dan zie je ook een enorm verschil. Nogal. Laat zeker in de reacties wie jij vindt dat heeft gewonnen. Heeft de pro gewonnen of heeft de noob gewonnen? Oftewel Mick. Laat weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Wil je nou zien hoe de pro en ik allebei een ondergrondse bunker bouwen? Klik dan snel op deze video. Want ik wil ook graag weten wie de beste ondergrondse bunker kan bouwen. Ik denk dat ik dat wel ben. Nee, ik denk dat ik dat ben. Klik maar snel op deze. Ja, ze moeten maar klikken op die video. Dan beoordeel jij het. Wie de beste kan bouwen. En dan zeg je zoals altijd. Mick out.